maakt wel even een dingetje, zeg maar. Hij is echt zwaar, dat zijn we toch? Zo, een hele goede morgen, maandag. Goedemorgen. Goedemorgen. Pizzadozen weg. Nieuwe ronde, nieuwe kans. Zo jongens, ik ga weer een beetje op de gezonde tour. Ik heb besloten om tot de vakantie, tot wij op vakantie gaan, eventjes super gezond te eten. En dat is natuurlijk het beste omdat ik borstvoeding geef. Maar ook gewoon om even een klein beetje de blub uit mijn lichaam proberen te krijgen. Geen idee of het lukt, maar goed. We kunnen het wellicht proberen en op vakantie dan laat ik mezelf weer even helemaal gaan. Dus tot die tijd in ieder geval. Hebben jullie ook extra motivatie nodig? Niet vergeten, ik heb een e-book geschreven, Oh My Fitness. Dat is een 8 weken eetplan en fitnessplan. En morgen ga ik met Yola turnen. Ik mag weer meeturnen. Misschien weten jullie nog van vorig jaar dat ik dat had gedaan. En nu is het in het nieuwe turnhal, dus is het nog leuker. Gaat weer naar Tomorrowland dit jaar. Zonder mij weer. Maar ik ga naar Mysteryland zonder hem. Ah. En kijken wat een mooi kaartje. Dit is echt niet normaal. Zo mooi. Dit staat erbij. Echt heel mooi. Oh, armbandje. Daar staat dan je geld op. Leuk. Heel vet. Heel vet, hè? Er staan unicorns op en er staan poppetjes op een unicorn. Met deze rugzak ga ik binnenkort een What's in my bag video maken. Dat is leuk. Ik heb hier nog helemaal niet gezien. Hallo, hallo. Goedemorgen. Vandaag is een hele leuke dag, hè joh? Mama gaat meeturnen. Ja! Dat vindt Yola natuurlijk heel erg leuk, want nu kan ik eindelijk van dichtbij even goed kijken hoe ze het kan. De laatste tijd zit ik steeds op de tribune of thuis. Ik ga niet meer zo vaak mee, hè? Nee, omdat ik gewoon met Jack zit, dus dan kan ik niet meer zo vaak gaan kijken op de tribune. Maar nu mag ik meedoen en dat vind ik heel erg leuk. Ik had eigenlijk een afspraak vandaag en ik ben heel erg blij dat het op een andere dag kon. Want ik had het echt niet willen missen. Vorig jaar hebben we het ook gedaan. Hé joh, toen was Bart zelfs mee. Bart, ja. Ik zal in het i'tje hierboven even de video zetten van de vorige keer dat we dat hebben gedaan. Dat was echt mega leuk. Ik weet niet of het gaat lukken om ook zoveel weer te vloggen, maar we gaan het weer proberen. We krijgen ook altijd heel veel vragen. Wil je een keer vloggen dat Yola aan het turnen is of wil je een keer een turnvlog maken? Dat moet ze dan maar gewoon op haar eigen kanaal doen. Dan moeten jullie maar op haar kanaal abonneren. Hey joh! Ja. Heb jij nou weer lipgloss op gedaan? Joh! Het is gewoon een schooldag, hè? Hebben meer meiden dat bij jou in de klas? Nee, haal eraf. Zo. Die kleine schat is net wakker geworden. Die zijn even aan het uitrekken hier. Lekker uit zijn zakkie. En die is altijd zo blij dat hij eruit is. Zo schat. We gaan trouwens over een paar weekjes denk ik stoppen met inbakeren. Pollewoppie, lekker hè? Lekker uitgerust ben je nu. We gaan even aankleden. In het kader van weer een beetje gezond eten ben ik even mijn favoriete middageten aan het maken. Dus kikkererwten, avocado, feta, een tomaat en zilvervliesrijst. Ik denk 5 minuutjes. Dit is gewoon zo gepiept. Waarom doe ik dit niet vaker? Beetje peper eroverheen en yeah. Ik fik de woonkamer uit. Zoals jullie misschien wel weten, we hebben dus dat
glas hierboven. Dus dat is echt niet te doen. En helemaal niet om hier borstvoeding te geven. Ik ben trouwens heel erg benieuwd hoe dat straks gaat wanneer wij dus over een poosje op vakantie gaan. Want dan geef ik dus nog steeds borstvoeding. Hoe zal dat gaan met die hitte? Ik ben echt heel erg benieuwd. Ja, er komt overal wel weer een oplossing voor. Heb ik laatst geleerd om dat ook tegen mezelf te blijven zeggen. Maar toch, ja, het is wel even een dingetje, zeg maar. Oh, ik heb mijn sportoutfit aan sinds hele lange tijd. Ik heb er super veel zin in. En anders Jola wel. Ja. Het is helemaal klaar voor heel. Dus zo, ja. Ja, dat kan ik allemaal. Tuurlijk. Ja. Ook dat kan ik. En geen probleem. Oh, twee keer. Ja, twee keer lukt me niet. Eén keer wel vast. Bij jou? Ja, mama. En de buikzwij. Ja, bukken. Doe dat zo. Ja. Mama. Nee, wacht. Zo ging dat. Zo. Zo, ja. Zo toch? Je moet ook nog naar beneden, hè? Yay! Kijk eens. Wow! Goed zo. Hey Maxime. Hi. Dat ga ik ook doen. Dat is leuk. Ik ga het ook doen.
is wel heel erg duidelijk te merken dat ik niet meer kan wat ik vorig jaar kon. Mijn god. Wat een bevalling wel niet doet met je. Vooral met je evenwicht. Alles gaat helemaal... We zijn weer thuis en de food of today is een mix van dingetjes die ik nog had. Met rijst erbij en tomaat en lekker feta. Nog meer omheen, allemaal groentes. Wat is dat? Smakelijk. De rust is teruggekeerd hier in huis. Hè, Tex? Ja, soms wel even lekker hè. Barty is aan het sporten. Tex die slaapt. Jola die slaapt. Tijd om even wat voor mezelf te doen, zou je denken. Maar ik ga er gewoon lekker vroeg in. Ik heb heel even wat dingen op de computer nog gedaan. Het was echt super leuk om eventjes mee te doen met Jola de turnen. Zodat zij kan laten zien aan mij wat ze allemaal kan. Wat ze heeft geleerd de laatste tijd. En natuurlijk ook, als ze het dan vergelijkt met hoe ik de dingen kan, dan realiseert ze zich ook des te meer hoe knap het is dat zij het kan. Maar goed. Voor vandaag dankjewel voor het kijken. Niet vergeten te abonneren. Dat kan hier. En dan blijf je ook op de hoogte. Ook op Jolder kanaal. Dat is deze. Ook even abonneren. Super tof. Dankjewel. En tot de volgende vlog. Bye. Rock that joint.